Hallo, ze brengen ze een gameplay. Dan gaan we ons dochter kruidvat, powerboost. Terwijl Stefan iets leuks vertelt, ja, welkom. Ik wil even een liedje voor je zingen, Rick. Gaat zo. Kom erop. Kuba, Kuba, hey. Kuba, hey, Kuba, hey. Oké, okay, ik klink lekker. Waar heb je het vandaan? Heb je het zelf verzonnen of? Dit is K3. Ah, ik wist ik dat wel hoor. Dit is echt zo heel wazig taal. Je zegt Ati Wato, hey. Pane, wawa, hey. Hentai, hentai, swag. Zeg maar. Rick, geen hentai, man. Ik word je weer verbannen. Oh, en gewoon als ik het woord hentai zeg, meteen bam, stream offline. Hou je ook van mij? Neem me mee, neem me mee. Ik hou niet van jou. Vraag me niet waarom een 24-jarige K3 zo goed kent, oké? Oké, dank je. Oké, graag gedaan. Zullen we eerst even die Hungry Luma doen? Want ja, dat net was natuurlijk om te huilen weer, hè? Rick, het is altijd om te huilen. Oh, wacht. Dit is aflevering 24 en je bent niet eens op de helft. Normale mensen spelen met mensen... of in 20 ja, afleveringen kijk, uit of zo. Ik kan al heel ver zijn, maar ik doe heel veel levels. Ik zou gewoon, zeg maar... De Bowser van deze wereld kun je ook doen met 30 shines en ik heb er al bijna 50, weet je. Dat is gewoon omdat het kan. Als ik nu zou beginnen en op dezelfde dagen zou uploaden... Nee, dat kan niet. Nee, nee, nee! What the fuck! Kijk in de stream wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Oh, Rick, kom op. Ik was eventjes uit mijn game, Stefan. Kon ik niks aan doen. Ik heb echt wel die bits nodig, anders kan ik zo meteen niet naar de secret. Jij bent altijd uit je game, man. Oh ja, ik ben uit mijn game. Zo, bits. Bits. Extra bit, ja. Neem me mee. Hou je ook van mij? Nee, oké, doei. Hou je ook van mij? Nee, opbokken, vuile Nee, opbokken, vuile mevrouw. Je wast je niet. Ga douchen of zo. Oh nee, nee. Goomba, Goomba, hey. Ga douchen. Oh, dat was makkelijk. Oké, kut. Sabits. Yay. Oké, Stefan, het gaat nog goed. Ik leef nog, namelijk. Woo! Gaat lekker, Ricky boy. He was a Ricky boy. I said see you, Nicky boy. Oké, okay, even kijken. Hoeveel Starbits denk je dat die hongerige Luma's dat nodig gaat hebben dan? Wat? Ik heb er maar 24, dus ik weet niet hoeveel die nodig gaat hebben. Maar... Denk dat je te weinig hebt. Ja, maar er zijn helemaal niet zoveel tralen hier. Dat is helemaal niet zo gek veel. Ja, maar je kan alle vijanden ook vermoorden voor Lums. Ja, oké, dat klopt. Even kijken. Ik gok 50 dan. Wat? Hoeveel? A bunch of Starbits are burst snacky happiness and then transform. 20! Nice, dat heb ik gewoon! Wie had dit verwacht? Dat kan niet, Rick. What the fuck is dit? That's it. I'm stuffed. Here we go. Kijk, trouwens, daar rechts kon je gewoon een star gebruiken op die irritante ronde blokken. Nou, we hebben tenminste een nieuw universum-achtig ding gemaakt aan jouw nieuwe planeet. Eigenlijk een nieuw universum staat nergens op. Voor mij kun je eens een groene ster halen, maar dat weet ik niet zeker. Nice, Rick. Ondertiteling van The Walking Dead is er. Ja, maar, Stefan. Ik ben niet zo dom dat ik de ondertiteling nodig heb. Nou, ik heb het ook niet nodig. Ik vind het gewoon fijn. Je bent gewoon heel dom. Ik heb het niet nodig, ik ben gewoon dom. Weet je wat het is, Ricky? Ik kijk ook wel series wanneer mijn moeder gaat slapen. Ja. Dan moet ik hem gewoon wat zachter zeggen. Ja, je hebt van die series als Prison Break, daar fluisteren ze alleen maar. Dat is fucking irritant. Oh, precies. Ik weet wat je moet van die zilveren mannetjes verzamelen terwijl dit hele level omhoog gaat. Dat is fucking moeilijk. Ah, nee man, dat is makkelijk. Ik weet niet, moet je dan iedere keer opnieuw als je niet alles hebt? Nee hoor, dat denk ik, het herhaalt zich wel. Oké, cool. Nee, tot nu toe gaat het lekker, want ik heb er al meerdere. Wat fuck is dit nou hier? Je hebt al twee keer de helft. Nu kan ik weer naar beneden zeker, of niet? Huh? Help Stefan, ik snap het niet. Ik ben nu gewoon weer bij het begin, denk ik. Ja, maar dan gaat hij weer naar beneden, oké, cool. Moet je wel aan de andere kant naar beneden als dan waar je omhoog ging, hè? Ja, dat leek me ook wel, maar ja, ik wist het niet zeker natuurlijk en allemaal gekke dingen. Ja, nu doe ik dus fout, dat zie ik ook wel. Nou, Stefan, misschien zit er hier wel één en dan lach ik je uit. Maar waarschijnlijk zit er geen en dan lach je mij uit. Nee. Je kan niet alles hebben, hè? Zijn we weer beneden, joh. Alsof het niks is. Nou, dan gaan we lekker deze kant omhoog, denk. Vind jij ervan, Steve? Heb je ook Pokémon X-Fi? Nee, ik heb geen 3DS. Ik wil wel een 3DS gaan kopen voor X&I. Maar ik wil ook nog een Wii U gaan kopen natuurlijk voor de nieuwe Super Smash Bros. En de nieuwe Mario Kart als die uit zijn. En ik wil nog een PS4 kopen binnenkort als die uit is. Dus ja, ik heb nog een hele redelijke lijst met shit die ik wil. Ik heb een PS4. Maar, All I Want For Christmas, dat ben jij Stefan, dat ben jij. Oh Rick, je bent echt zo romantisch. Thanks. Lieve Rick, wil je met mijn tong zoenen? Waar de fuck is dat kutbeest? Nee, ik wil niet naar beneden! Verdomme. Want ik kan misschien hier tussendoor nog even naar een andere kant wisselen ofzo. Of niet? Maar, Nee Rick, ik heb een 3DS en een Wii U.
En wij Wat Super heb je? Een 3DS en een Wii U, ja oké. Wij Super Smash Bros. Eigenlijk voor de Wii U gaat dit zeker waard zijn. Ja, natuurlijk. Ik vind momenteel nog steeds vind dat het te weinig goede, echt goede titels zijn voor de Wii U gewoon om te kopen. Ik heb een nieuw Super Mario Bros. Wii. En, of Wii U en Luigi Wii U. En Sorry kijkers, dat ik geen idee wat ik aan het doen ben. Ik denk, trouwens, vanaf boven kun je van mij die andere kant op. Dan kun je nu naar links, zeg maar, dat stukje doen. Voor mij is dat wat we moeten doen om het level te halen nu. Wat denk jij, Steven? Help ons een beetje mee hier. Anders komt het Ik wou je nog vertellen dat ik The Walking Dead Survival Instinct doe. Die ook met kleurstijl. Nou begin ik een beetje medelijden met je te krijgen, Stefan. Ik heb hem voor 10 euro gekocht. Dat is 10 euro te veel, dat weet je. Ik geloof dat niet. Hoe de fuck moet ik hier komen? Hoe de fuck kom ik daar? Stefan, help me eens. Dit is jouw expertise normaal. Gewoon jumpen. Zo'n achterover jump doen. Oh, hier zit hij gewoon, joh. Hier. Oh, dat kan Wat nu? Heb ik er pas 4? Moet ik er gewoon nog 1? Ik dacht dat ik er al 4 had. Misschien zit er verderop nog 1, wie weet. En dan gaan we gewoon weer naar rechts of zo. Ik zoek het allemaal weer uit. Nee, maar Rick, ik doe dat spel dus livestreamen met mensen en dat is best vermakelijk. Oh. Ja, ik ben dood. Huh? Oh, ik denk dat dit de goede kant op gaat momenteel, Stefan. Ik heb geen idee wat ik gedaan heb, maar dit gaat de goede kant op, denk ik. Goed zo. Ik denk dat hier wellicht wel het laatste mannetje zou kunnen zijn. Hier zit hij dan. Yay, muntje. Yay! Die kut idee was dit. Yay, daar is hij, eindelijk. Wee, ik ben een ster. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is Stefan van de Gaming Dutchman. Die meedoet in je video. Dankjewel, Stefan. Graag gedaan, Rick. Misschien moet je nog even zeggen dat mensen op mij moeten abonneren. Ah, dat lijkt me wel een beetje over de top, weet je. Ah, oké. Okay, nee, ik denk dat mijn kijkers zelf al kunnen nadenken en weten dat ze dat niet willen. Rick, je moet ervan uitgaan, heb ik geleerd in het YouTube-leven. Moet je ervan uitgaan dat niemand zelf denkt. Klopt, dat is echt... Sorry kijkers, maar dat is echt een soort van een YouTube-regel. Je moet er echt van uitgaan dat je kijkers niks kunnen. Als ik zeg, ik moet een afspeellijst, zet ik altijd in de beschrijving. Dus er zat mensen die kunnen gewoon zelfstandig naar mijn kanaal, tikken de naam van de game in en vinden hem. Maar nee, 90% van de mensen die pas in de comments van, ik kan niet vinden. Ja, dan help je ze maar. We zeggen nu niet dat niemand wat kan. Het is alleen, je moet ervan uitgaan dat iedereen achterlijk is. Het is niet zo, alleen je moet gewoon doen alsof het zo is voor jezelf, want dat is handig, want dan komt alles goed. Er zijn ook een heleboel slimme mensen waar wij ook wel dingen van kunnen leren. Niet veel, maar ze zijn er. Zijn vast wel... Nee, zo moet je niet zijn, Steven. Je moet wel lief zijn tegen je kijkers, maar je respect. Ja, maar kijk, weet je, het is hoe vaak wij... Ik spreek voor mezelf, maar ik zeg dat het voor Rick ook zo is. Wil niet een vraag krijgen van bijvoorbeeld... Van... Ik heb Hypercam gedownload. Hoe krijg ik die tekst uit het beeld, weet je wel? Nou, weet je wat ik nog... Ik vind ook bijvoorbeeld mensen... Echt zoveel mensen schrijven mijn naam Rick. Zonder C. Zo van, hey... Iedere beschrijving staat het in, weet je wel, Twitter. Het staat gewoon in mijn Twitternaam. Net als dat mensen altijd zeggen Stefan met een V, of... Zijn er serieus mensen die dat doen? Ja. Stefan of... verbrandt ze. Er zijn ook mensen, en die zeggen niet Stefan, maar Stavan. Zijn er mensen die Stavan zeggen? Precies, je stelt je iedere video voor van, hey mensen, ik ben Stefan van de Gaming Dutchman, dan noemen ze je Stavan. Ja, S-T-A-V-A-N, dat is ook zoiets van... Van gast, heb je nou een tik van de molen gehad? Wie heet er Stavan? Ja, jij Stavan. Oké, Rock. Rock. Rieke. Nou, Steven, we gaan nog een keer dit level doen, omdat je hem zo leuk vindt. Voor de derde keer, dames en heren. Voor de derde keer gaan we door dit level heen. Eén keer mag ik game over ging, één keer mag ik een side mission wat doen, en nou zijn we er toch echt weer. Gaan we nu weer falen, denk je? Nou, dan hoort hij ergens een one-up te liggen! Nee, niet zo'n one-up, een ster. Sterpauwtje. Ik moet mijn camerahoek even draaien. Oh. Mijn camerahoek wil niet veranderen! Oh, verdorie. Trouwens, voor mij zit die ster hieronder. Even checken hoor. Ik wil die dingen wel even kapot maken, namelijk. Oh, nee. Ga me vallen. Ja, hier is hij. Dit is even nodig hoor, Stefan. Stefan. Waarschijnlijk is zo meteen in één keer die power-up dood. Ik heb op en dan ga ik dood, weet je wel. Dat is wie ik ben. Ik kan even Starbits hosselen namelijk. Komt u maar! Waarom heb je Starbits nodig? Nou, dat is toch handig? Kan ik zo meteen weer zo'n hele dikke, vette, sletterige Luma vol pompen. Maar trouwens, hieronder... Een stijve lul is gemaakt om mee te pompen. Een stijve lul is gemaakt om seks mee te hebben, Stefan. Dat is, heb ik geleerd bij biologie.
Nee man, ik heb jij gewoon met iets om mee te pompen? En wat pomp je dan zo? Ik vind seks echt vies, man. Waarom? Gewoon, het is toch vies dat zo'n zwans tegen een ding aanrammen, weet je. Ja, oh ja, ik begrijp het. Gadverdjakkie, ba. Helemaal glibberig en zo, zo'n rand. Mensen, wordt homoseksueel. Konten zijn fijner dan vagina's. Ja, helemaal mee eens. Lekkere billen, Ik hoop dat Anouk dit kijkt, ik ga het grappig vinden. Vast wel, Anouk kijkt echt, voor mij kijkt Anouk serieus alleen maar Mario Galaxy, want ze weet dat ik rare dingen zeg. Zoals van die dingen zoals dat jij vraagt, heb je liever Anouk's borsten? Of heb je liever, wat zei ik weer, geen AIDS? Ja, precies. Ja, dan, als mijn vriendin zijnde, genaamd Anouk, is het wel een interessante vraag om het antwoord van te weten, zeg maar. Maar zou ze er ooit achter komen? Ja, wel zuur als mensen de link naar de gaan tweeten, ja. Maar hij staat nog niet online. Als hij online is en ik onthoud het, dan ga ik de link tweeten, oké? Okay? Anouk, we hebben altijd wel willen weten wat Rick, of Rick liever jouw borst heeft of AIDS. Klik dan hier. Oh, thanks. Wat was haar Twitter ook alweer? Dat ga ik nu niet zeggen, want dan gaan al die kijkers er lastig van. Dat vindt ze echt heel irritant namelijk. Okay. Stiekem geniet ze van de fame, maar ze doet het altijd van... Nee, Rick, niet je kijkers. Oh, nee. Maar ja, als je dat niet wil, moet je gewoon een slotje op je Twitter zetten. Dus dat staat natuurlijk helemaal nergens op, hè. Niet om te haten of zo. Het is mijn eigen vriendin. Ik moet natuurlijk niet haten op mijn eigen vriendin. We zijn een team. Maar als je het irritant vindt dat mensen dingen tegen je doen, dan moet je slotje zetten op Twitter. Of dan moet je gewoon niet Twitter gebruiken. Twitter is niet... Als je van privacy houdt, moet je niet Twitter gaan gebruiken, zeg maar. Twee dingen gaan niet samen. Wat vind je, heb je nog een mening over, Stefan? Stefan? Oh, je bent het nu alvast naar aan het tweeten. Ja, was het nou aflevering 20 of 23? Dat ga ik niet zeggen, Stefan. Wat? Dat ga ik niet zeggen. Omdat ik flauw ben. Stommerd. Gemene stomme boef. Ik heb het al getweet. Oh... We're halfway there. Whoa, living on a Stefan. Take my hand and we'll make it, I swear. Whoa, living on a Stefan. Living on a Stefan. Stefan, voor mij ben ik er bijna trouwens. Goed zo, ik ben even bij jouw fans. Kijk, in het kader van doe alsof mensen dom zijn en niks weten. Kreeg Rick net een vraag binnen die naar mij was getweet. Rick, wanneer denk je weer te kunnen livestreamen met dat Twitch gedoe? Maar dat heb ik maar in één video gezegd, dus dat kan ik best begrijpen. Ja, maar je hebt het ook een aantal keer op Twitter gezegd. Ik heb het één keer op de één of twee keer op Twitter gezegd, ja. Dus de meeste mensen wisten het volgens mij al. De meeste mensen, maar ik kan het wel nog deels begrijpen als je het niet weet, weet je wel. We zijn nu toch aan het streamen, man. Maar ik denk ook dat hier een hele grote tornado zit ofzo. Ja, je moet Oh, wat? Huh? Ik gok dat ik eerst eventjes naar de andere die andere gaten in moet, zeg maar. Ja, je moet naar de onderkant en daar kan je blokken naar boven. Dan kun je die blokken eruit tikken, ik wou net zeggen. Ja, waarschijnlijk zoiets. Oké, cool. Wat is eigenlijk het nadeel van die draaikoken? Ze zijn toch helemaal niet zo irritant? Living on a player. Serieus, wat is het probleem met die draaikoken? Wat zou je probleem daarmee moeten zijn? Nou, die kunnen je bijvoorbeeld net van je pad afhelpen en dan zo'n in het zand. Ik hou niet van zand. Oh, ja, deze zijn wel irritant, ja. Verdikke me. Tjoh. Oké, dus deze blokken moet ik er doorheen persen eigenlijk. Alsof het kraamvisite is. Wat? Ik weet niet wat persen en kraamvisite met elkaar te maken hebben, maar... Ik wou net zeggen, Oh god, dit is voor x aantal tijd zeker. Wat zeg je nu? Ja, god, dit is voor x aantal tijd, dat blok dat je er doorheen perst. Ja, wist je dat niet? Wist ik veel? Ja, ik dacht dat hij gewoon lekker oneindig staan. Oh Rick, je kan ook niks, hè? Maar goed, ik viel bijna. Duimpje omhoog als je vindt dat Rick ook niks kan. Maar ik kan ook helemaal niks. Dat is gewoon waar. Dat ga je het nooit redden, natuurlijk. Maar volgens het geluidje heb ik nog zat tijd, want ik heb het geluid niet zo gek hard staan. Nee! Ik ga het niet halen, Steve. Ja, ik kan het! Ja! Woo! Bitch! Science! Geen heeft wat science hiermee te maken, maar het is ons gelukt, Stefan. Dat is ook van hashtag Breaking Bad. Breaking Bad. 51! Ja. We hebben bijna iedere aflevering al wel twee van die dingetjes gehaald. Niet slecht. Sterren, bedoel je? Ja, die dingetjes, of ja. Luma's, hoe heet ze? Hoe je ze wilt noemen, mevrouw. Heet ze nou Luma's of sterren?
Ja, ik ken een meisje vroeger, een meisje op de basisschool had ook sterren. Vroeg ze mijn verkering, zei ik nee, dat is serieus waar. Weet je? Ja, weet je? En heb je dan zie je inderdaad de rest van je leven zo van, ja, waarom heb ik geen vriendin? Ja, met je sterren had afgewezen in groep 4, Rick. Dat is nu een gigantische slet trouwens, maar dat gaat niet om. Fijne slet. Mijn zei laatst van, ja, weet je, als we ooit kinderen krijgen, is het leuk om, als de meisjes, om het liefde te noemen. Want als ze dan een liefdesbrief krijgt of zo, dan kunnen ze er heel romantisch neerzetten. Lieve en dan een kleine tweede boven, dus in het kwadraat, weet je wel? Lieve in het kwadraat. Ja, lieve, lieve. Oh, je wilde lieve noemen, ik verstand liefde. Ja, nee, okay. Lieve. Dat is wel echt, dat ga ik echt doen. Ik ga echt, als jij je kind lieve noemt, dan ga ik wel een liefdesbrief beschrijven, oké? Okay? Kijk eens, lieve, hier een keer, hier de brief van een oude man. Nee, van Serpent Gameplay. YouTube celebrity. Tegen die tijd ben je oud, man. Ja, maar ja, ik denk niet dat jouw dochter met me naar bed zou gaan, omdat ik zeg dat ik heel veel abonnees heb. Misschien heb ik tegen die tijd dat jij kinderen hebt wel 100.000 abonnees. Ja, maar ik tegen die tijd dat jij, dat mijn kind klaar is om een bed met iemand in te gaan. Zes of zo? Wat? Ik bedoel, als ik kijk naar hoe seksistisch de vader van het kind is, dan heeft ze op de vijfde weet ze ook wel van wanten, weet je wel. Dan weet ze wel alles werkt. Ja, maar weet je, als je eenmaal ouder bent, dan verander je, Rick. Dan word je anders. Jij niet. Ik ook niet. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Oh, wacht, weer. Ik heb een idee. Als wij gewoon kinderen adopteren met z'n tweeën, Rick. Ja! Woo! Bij best de 500 likes adopteren Stefan en ik een baby. Real. Ik beloof het. Vingers gekruist. Nee, dat niet. Juist niet. Juist geen vingers gekruist. 500 likes, bitches. Dan krijgen we Serpent Dutchman. Nee, we gaan hem gewoon Mario noemen en dan pakken we een snor op de hele dag en een loodgieterspak. En dan gaan we vol proppen met paddo's en, ja, en bloemen die in de fik gaan tekenen. En dan maken we daar YouTube-video's over en dan komen allemaal van die organisaties van ah, help dit kind. Delen ze de link, extra views, meer money. Slim, hè? Hoppakee. Red dit kind, ah, bel de politie. Ja, boeien, ik krijg geld. Lol. En dan wordt het kind van, of door de jeugdzorg afgepakt. Zijn daar ook weer vanaf? Ja, precies, en die video's blijven gewoon staan, hoor. Het geld wordt toch geregeld. Geen mogelijkheden. Ja, wordt beroemd! We zijn al beroemd! We spelen Super Mario Galaxy samen. Oh, ja! Oh, woo! Ook een kind meer nodig. Bedankt voor het nou, alsnog. Bedankt voor het kijken van deze aflevering tot de volgende aflevering. Vergeet even te liken en te abonneren tot de volgende aflevering. Doei!